Dag, dit is Mystère Media en ik ben Luc Sala. Vandaag gaan we in op parkeerbeleid in Amsterdam. Parkeerbeleid, parkeerbeheer, parkeerterreur. Waarom ik die laatste term gebruik, zal duidelijk worden. Verder in dit programma Pater van Kilsdonk, die 50 jaar priester is geworden en in de Oude Kerk een werkelijk fantastisch feest heeft gehad. Met iets van 3.000-4.000 mensen. En Toet Amsterdam was daar. Maar nu eerst parkeerbeleid. In de komende weken zijn er weer een aantal hoorzittingen over het onderwerp parkeerbeleid in Amsterdam. Langzamerhand zijn de mensen niet meer zo erg tevreden met die verkeersbeperkende maatregelen, weg met de auto. Langzamerhand begint iedereen zich te ergeren aan dat parkeerbeleid en met name de uitvoering daarvan door de dienst parkeerbeheer. En zeker de afgelopen jaren was dat niet zo'n erg fraaie situatie, veel irritatie. Het beleid wat er toch in principe van uitging dat er in Amsterdam, dat er voor de bewoners in de buurt in ieder geval een parkeerplaats zou zijn, blijkt niet te kloppen. Mensen staan heel lang op een wachtlijst, kunnen geen plek krijgen. Een buurt als de Jordaan is dat werkelijk een schrijnend probleem. En daar moet dus wat aan gedaan worden. Het blijkt dat de mensen die 5 jaar, 10 jaar geleden nog wel te porren waren voor een parkeerbeleid, autobeleid, waarbij er minder auto's in de stad waren, langzamerhand wat ouder geworden zijn, misschien wat meer moeite hebben om hun kratje bier op de fiets te halen en toch ook graag een auto zouden willen hebben. En ik denk dus dat er eigenlijk niet meer zo'n brede steun is voor het huidige beleid en dat er dus wat anders moet. Het beleid moet op de helling. Nou, sta ik daar niet alleen in. Er zijn in Amsterdam politieke partijen, partij Mokomobiel, die daar iets over te zeggen heeft. Maar ik heb begrepen dat de nieuwe directeur van parkeerbeheer, de heer Langrijer, ook zo zijn ideeën heeft. Hij is in ieder geval open voor een gesprek. En dat het deze keer afgelopen vrijdag een beetje uit de hand liep, zullen we hem niet verwijten. Wat we hem wel onder de neus willen wrijven, is dat er misschien eens nagedacht kan worden over die agressie. De agressie van parkeerbeheer en de uitvoerende ambtenaren naar de autobezitters, de parkeerders en vice versa. Daar is een hele situatie gekomen. En uit de beelden wordt wel duidelijk dat een plan om bijvoorbeeld de parkeerwachters en de mensen van de dienst parkeerbeheer een wapenstok te geven, absoluut onzinnig is. Die mensen zijn daar niet voor opgeleid, hebben niet de nodige sociale vaardigheden en er gaan vechtpartijen ontstaan. En geloof me, aan de lijve ondervonden dat als de mannen in die situatie ook nog een stok hadden gehad, dan waren er ongelukken gebeurd. We laten u nu de beelden zien van wat ik dan maar parkeerterreur noem. Afgelopen week gingen we op bezoek bij parkeerbeheer, maar dat liep niet helemaal zoals we wilden. Iemand van parkeerbeheer werd vreselijk kwaad. Hij wilde niet dat wij opnames maakten en zoals u ziet ontstaat er een soort vechtpartij. Hij valt onze cameraman aan. En de opnames zijn niet erg fraai, maar u begrijpt, de cameraman lag op de grond en de camera dus ook. U ziet, er ontstaat een vechtpartij. Want ja, om onze camera zomaar, dat willen we toch ook niet helemaal. We proberen de betrokken ambtenaren onzichtbaar te maken voor zover dat lukt. In verband met hun privacy. De man in het witte overhemd is overigens de baliechef van de dienst parkeerbeheer op de Weesperstraat 105. Zo ziet mijn bril ook op de grond. Terug naar het parkeerbeleid. En dan om het echte beleid. Niet om dit soort uitvallen van wat werknemers van de dienst parkeerbeheer. Het beleid in Amsterdam mag wel eens opnieuw overwogen worden. Dat is de boodschap die ook politieke partij Mokomobiel aan de gemeenteraad duidelijk wil maken. Heel wat burgers raken steeds meer geïrriteerd over de manier waarop parkeerbeheer optreedt. En het is heel duidelijk dat een wat soepeler beleid een stuk zou helpen.
minder direct optreden tegen bijvoorbeeld toeristen. Want het is al lang uitgevonden dat iedere toerist die zijn auto weggesleept vindt, daar consequenties aan verbindt. Het kost Amsterdam aan hotels, bezoeken, restaurants van de toeristen duizenden guldens iedere keer dat een toerist zijn auto niet meer vindt op de plaats waar hij hem heeft achtergelaten. Dat zou best wat soepeler kunnen. Er zou best een waarschuwingsronde kunnen zijn waarbij zo'n buitenlandse auto eerst gewoon een sticker krijgt. En dat gezegd wordt, hallo, u staat verkeerd en als we u weer betrappen dan kost het u 400 gulden. Maar een toeristvriendelijk beleid. We zouden ook voor de bedrijven, want daar moet Amsterdam toch van hebben, wat vriendelijker zou kunnen zijn. Waarom treedt de Kamer van Koophandel niet wat actiever op? Zorgt dat de hele procedure van het aanvragen van vergunningen wat soepeler loopt. Dat al die computerverbinding die we hebben, die zouden toch kunnen gebruiken om het overbodig te maken dat mensen in de rij moeten gaan staan op het stadhuis of bij de parkeerdienst om uittreksels, bevolkingsregister, uittreksels van de Kamer van Koophandel te krijgen. Dat zou toch veel slimmer kunnen. Maar we kunnen meer doen. Want een van de problemen op dit moment is dat er gewoon een aantal mensen in de stad die eigenlijk recht hebben op een parkeerplek, die niet krijgen. Ze staan op een wachtlijst en er is echt geen kans dat je bijvoorbeeld in de Jordaan de komende 5 jaar van die wachtlijst afkomt en een plek krijgt. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, er zijn een aantal plannen. Van verschillende mensen hebben plannen geopperd. Een daarvan is om de parkeerboot achter de IJmarkt te gaan gebruiken als een tijdelijke verlichting van het parkeerprobleem. Daar kunnen een paar honderd auto's staan. En als je nou bijvoorbeeld daar beneden een goede fietsenstalling maakt, dan zou je toch een aantal mensen die nu op de wachtlijst staan een parkeervergunning voor die boot kunnen geven. Daar willen ze best voor betalen. En dan is het met de fiets nog wel te doen. Dan heb je je auto toch een beetje bij de hand. Die boot ligt er toch. Het IJmarktproject is wel de mist ingegaan. En toen ik zelf een jaartje geleden probeerde om daar iets nieuws in te doen, werd me door de gemeente te verstaan gegeven dat ze die boot daar weg wilden halen. Maar hij ligt er nog steeds en waarom hem dan niet gebruiken? Een andere suggestie is om aan de rand van de stad parkeerplaatsen te maken met een goede taxiverbinding. Niet een taxi waarvan je niet weet wat die gaat kosten, maar een vast tarief van zo'n parkeerplaats aan de rand van de stad naar zeg maar de Dam of een ander winkelcentrum. En dat voor bijvoorbeeld 8 gulden of een tientje. Een vaste prijs en ook weer terug. Een soort treintaxi, maar dan voor de parkeerders. En dan niet een parkeerplaats die niet bewaakt wordt of dat je uren moet wachten, maar een beetje een goede service, zodat de mensen met een gerust hart hun auto daar neer kunnen zetten. Een andere optie is om de parkeergarages die we in Amsterdam hebben en waarvan er een aantal leeg staan, omdat we ze... Ja, er zijn particuliere bedrijven die eigenlijk openbare parkeergarages proberen te verhuren voor heel erg veel geld. Dat lukt vaak niet. Zo bijvoorbeeld op de Weesperstraat staat er een parkeergarage half leeg. Nou, daar zouden we beter mee om kunnen gaan. Je zou bijvoorbeeld een 06-nummer kunnen maken waarmee mensen die de stad inkomen, heel veel mensen hebben tegenwoordig een telefoon in de auto, kunnen bellen en vragen welke parkeergarages zijn leeg, waar kan ik mijn auto stallen? De techniek is er. Waarom gebruiken we die niet? Nog een suggestie. Er worden heel veel parkeerplekken opgeheven omdat ze te klein zijn, niet aan de eisen voldoen. En dan wordt er gewezen naar landelijke normen die zeggen van het moet zo lang en zo breed zijn. En als het kleiner is, dan slaan we er gewoon een paaltje, want dan voldoet het niet aan de eisen voor een parkeerplek. Dat is natuurlijk onzin, want er zijn genoeg kleine autootjes die daar hartstikke goed kunnen staan. Waarom kan er niet een beleid komen waarbij mensen voor een kleine auto wel een vergunning krijgen? Dat doen ze in Japan ook en dat werkt heel goed. Een auto van bijvoorbeeld minder dan 3,50 meter of 3,45 meter krijgt dan een aparte kleur parkeervergunning. Met kleinere auto's kun je ook op bepaalde grachten dwars parkeren. Dus niet langs, maar dwars. En dat scheelt ook al een heleboel. Als de gracht breed genoeg is, zou dat best kunnen. En dan kun je bijvoorbeeld in de Jordaan zo enige tientallen parkeerplaatsen extra creëren. Een van de bezwaren namelijk van onder andere Mokomobiel is dat er steeds meer stiekem parkeerplaatsen verdwijnen. Ik heb hier zelf voor mijn huis was een kleine parkeerplaats waar een fietsenrek is gekomen. Ook goed, fietsenrekken zijn ook nodig, maar er is op die manier toch wel weer een parkeerplek verdwenen. En dat heeft niemand gemerkt, dat staat niet in de officiële statistiek.
En zo gebeurt dat op veel plekken. Zijn die plekken waar je mag laden en lossen. Op zich een heel leuk idee, de bedrijven kunnen dat, maar die laden en losplekken zijn heel vaak zonder overleg met de betreffende bedrijven ingesteld. En dat worden dan van die leuke valletjes, want na 7 uur 's avonds gebruiken de bedrijven die plekken echt niet meer, maar u wordt wel weggesleept. Of u krijgt op zijn minst een bon. Dat soort valletjes zijn er nogal wat in de stad. De parkeerdienst, gedreven door het productiebeleid van de vorige directeur, die vooral vond dat je zoveel auto's moest wegslepen en het ging helemaal niet om de verkeersveiligheid, er moest gewoon geproduceerd worden. Geproduceerd in de zin van weggesleepte auto's en klemmen en dat soort dingen. Er moest dus geld verdiend worden. Onder dat beleid is er een hele sfeer ontstaan bij parkeerbeleid van er moet gesleept worden. En naar mijn gevoel was dat ook niet de bedoeling. Het is een dienst van de gemeente. Niet een soort strafexpeditie, geen parkeerpolitie, maar het is een dienst die er voor de burgers en voor ons is. Voor autobezitters en voor niet-autobezitters. Kortom, er kan nog een heleboel gedaan worden. En we hopen dat de nieuwe directeur van parkeerbeheer, de heer Langer,